Misschien ga je ooit met elkaar ballen. Hoe meer kussen, hoe meer risico je hebt dat het misgaat. Soms komt er een snotje bij, dat is nog erger. Voor mezelf of voor andere mensen? Ja, dat is echt een goeie. Ik ben niet awkward. Ik ben wel awkward. Ik ben een... 13. Ik schaam me niet zo heel snel, dus ik denk dat ik het ook een 3 of zo zou geven. 7,5. Wel boven het gemiddelde, zeg maar. Ik geef mezelf weer 5,5. Ja, 7 of zo, ja. Ik ben awkward. Ik probeer te verbloemen en soms lukt het en soms niet. Ik ook. Ik voel me denk ik minimaal 10 keer per dag super awkward. Awkward. Ik zeg hoi. Ja, ja, die deze is zo. Gewoon... Oh, ik heb het niet meer terug. Oh, ja, awkward. Geef je waarschijnlijk 1 kus op je wang. Ja, maar dat is, dan wordt het awkward. Want dan is het niet... Ken je deze persoon al of is het een Tinder date? Want dat vind ik wel een ander verhaal. Maar als ik dat zou hebben, dan is het gewoon echt een handje. Ja, ik ook. Ver handje. Hello. Ja, zeg maar, een hand vind ik te formeel bij een date. Ik bedoel, ja, misschien ga je ooit met elkaar ballen. Of 3 kussen, want dat is iets formeler. Oh nee. Oh nee. Nee, want hoe meer kussen, hoe meer risico je hebt dat het misgaat. Hey. Hello. En dan zitten, ja. Ja. Hey. Dan doe ik alvast de hand erin. En dan laat je het op hem. En dan kan het... Want, Ik vind het zo ongemakkelijk om met iemand een date te hebben. Je bent een potentiële partner aan het bekijken. En als het die partner is, gaat seksen op een gegeven moment. Dat vind ik dus awkward aan daten. Daar denk ik aan als ik ja, maar je, ja, je denkt echt veel te veel na. Dus ik heb iemand gezien en die heb ik voor de eerste keer heb ik gewoon een hand gegeven. Mm-hmm. Dan zie je diegene voor de tweede keer. Wat doe je dan? Ja, ik geef je gewoon 3 kussen. Wauw. Wow, je bent echt een... Dat vind ik... Ja, erin. Dan geef ik je gewoon weer een handje, denk ik. Tenzij we echt heel leuk hebben geklapt. Je geeft me nooit iemand voor de tweede keer een hand. Als iemand naar mij toe komt en ik merk diegene twijfelt hoe die moet begroeten, ja? Dan denk ik zeg het. Nou, ik geef gewoon 1 kus, hoor. Ik wacht af als een sniper totdat iemand een move maakt. Want ik ga niet, ik weet niet wat ik moet doen. Soms dan komen mensen meteen van nu. Ik doe ook zo. Leuk je weer te zien. Ja, en dan is het van, oh, ho, ho. Nee, grapje. Maar dan doe je gewoon mee. Joh, als iemand wil kussen, dan wil die persoon kussen. Oh, ja, op zich ben ik er niet vies van. Nee. Ik weet het niet. De stem slaat over van ongemakkelijkheid. Ik cringe ook nu echt heel erg omdat ik het voor me zie en ik haat het. Soms vermijd ik mensen. Ik heb oprecht niet gehad dat er iemand is die ik voor de tweede keer zie. En dat ik de hele avond ergens ben en dus niet met die persoon heb gepraat. Omdat we allemaal niet weten hoe we elkaar moeten begroeten. Oh, je bent echt arm. Ja, het is echt heel erg. Wie geeft me een kus meestal? Ja. Hoi! Oeh! Ik zag Danielle net van Tessa. Oh, ik heb haar wel eens eerder gezien, maar nooit echt heel erg gepraat mee. Dus... Ja. Ja, ik kende jou eigenlijk al. En ze komt hier zo binnen en ik dacht van ja, we kennen elkaar. Dus ik ga gewoon voor de knuffel. Ja, maar kun je knuffel, weet je wel. Oh. Maar ja, toen kwam ik binnenlopen en toen was het van, wilde ik me voor stemmen. En dat is awkward. Oh, Surinaamse cultuur, ja, moed. Nee, ik zeg gewoon, hallo allemaal, ik ben er! Oh, ja. Wat ik dus heel vaak heb met mijn familie, die ken ik al mijn hele leven. Zelfs dan is het awkward, want dan kom ik dus binnen en dan is mijn oma jarig. En dan zit iedereen met cake en koffie, weet je, dat zijn heel Nederlanders, in een kringetje. En dan zeg ik, hoi allemaal, gefeliciteerd met die. En dan ga ik zitten. Seconden daarna komt mijn hele sociale nicht binnen. En die gaat dus iedereen een kus aan de hand geven. En dan zit ik daar van, oh, ja. Kut, ik heb het niet gedaan. Ja, dan ga je het niet nog een keer doen. Nee. Alsnog zo. Je loopt gewoon door, zeg maar. Het is gewoon die, hey, alles goed, bye. Alles goed, ja, goed met jou, oké, doei. Die awkward hoge stem ook. Als ik nog niet mijn mobiel in mijn handen heb, dan kan ik niet zomaar mijn mobiel pakken, want dan weten we allebei dat ik dat doe omdat ik het ongemakkelijk vind. Ik ga om me heen kijken, dat is raar, want we weten allemaal dat daar een persoon tegenover me loopt. Dus dan moet ik soort van naar beneden kijken en dan op een gegeven moment, op het laatste moment, doe ik opeens...
Hi. Ik zat op de fiets naar huis. Ik stond bij een stoplicht en ik zag dus al iemand die ik vaak kende, zag ik daar al staan. Maar ik dacht, als ik nu al hoi ga zeggen, dan is het te snel. En toen ging ik fietsen en toen kwam die persoon dichterbij. En toen kruisten onze blikken zeg maar echt net zo. En het enige wat eruit kwam was, ah, geluid. En dan van de ander, een hey, hoe gaat het? Yeah, en dan ben je al weg. Dat vind ik zo erg. Yes. En dan de hele terugweg op de fiets, vind ik mezelf echt zo verschrikkelijk mens. Dat ik niet gewoon normaal kon doen en al kon zwaaien. En dan, hallo. Hoe moeilijk is het? Hallo. Heftig awkward wel. Voorstelrondjes. Ja, het is echt afschuwelijk. Oh nee, ik vind dat echt vet leuk. Nou, zo leuk om hier te beginnen. Wie ben jij dan? Zullen we meteen even een koffietje inplannen? Hartstikke gezellig. Mijn achternaam begint met een P. En vroeger was ik dan dus eigenlijk altijd vrijwel als laatst. En dan zag je dus iedereen zo'n heel leuk verhaal. Ik ben die en dit zijn mijn hobby's. En ik heb al 10 bedrijven opgericht. En mijn moeder is Obama. En dan zit ik daar. Die eerste keer op mijn eerste stagedag bijvoorbeeld. Ik moest naar de wc, maar wist ik voor waar de wc was. Dus ik heb de hele dag niet geplast. Ja, met koffie zitten praten, je weet niet hoe het werkt, je weet niks. Wat doe je dan? Ga je dan iemand vragen? Nou, de eerste week zet je gewoon geen koffie. Ja, gewoon geen koffie. Ik weet niet waar het water ligt. Ik ga geen water drinken. Zie ik dorst de hele dag. Meestal vind ik gewoon één iemand waarmee ik het wel goed kan vinden. En dan vraag ik alles aan die persoon. Ja, dan heb ik die gewoon geclaimd. Gewoon één iemand die claimt gewoon voor die dag. Maar ik ging dan hoesten. Gapend wegkijken van... ik heb niet in de gaten dat wat daar nu gebeurt. Mijn vader zepte het gewoon weg. Ik liep ook wel eens naar de keuken, geen koekjes halen of zo. Ik moest gewoon weg. Nee, ik keek wel gewoon weg, denk ik. Mijn moeder, die was dat type persoon die zei... Oh, vies. Terwijl echt, zeg maar, dit heb je ook gedaan. Dit doe je waarschijnlijk ook. Ik heb wel eens gehad tijdens mijn, hoe heet dat, eindexamen. Toen had ik griepje en toen moest ik fucking veel hoesten. En op een gegeven moment was ik echt die meme van die ader. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik daarmee omga, maar ik ga er gewoon niet mee om. Elke keer is het weer awkward, dus ik heb ook niks mee om. Het enige wat ik heel awkward vond een keer is dat ik een toets aan het maken was, examen. En mijn maag, ik weet niet wat er gebeurde, maar die ging echt... Zeg maar, ik weet niet wat ik hiermee moet. Als ik ook moet niezen, dan probeer ik er alles aan te doen om het niet te doen. Maar het gebeurt toch uiteindelijk. En soms komt er een snotje bij, dat is nog erger. En zo is het zat. Zeg met mensen om je heen. In de trein. Wij liepen van de club naar die taxistandplek bij Leidsplein. Dat is 5 minuten lopen. En ik liep en mijn hak bleef hangen in de tramrails. Waardoor ik voluit... Ja, ik ging voluit op mijn bek. Sindsdien vragen ze aan mij van hoe dronken ben je? Schuil van 1 tot lang uit op Leidse. Ik ging een keer de bus in en toen het had geregend. Dus heel die vloer van de bus was zeg maar nat. En toen ging ik dus zo lopen en de bus begon te rijden. En ik glij uit in een spagaat, zeg maar echt dit. En ik pak iemands been zo vast. Dit. Ik was ooit in L.A. En toen was ik op een feestje en er was een hele bekende rapper. En ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga gewoon met hem praten. Dus ik loop er naartoe en ik zeg, hoi, ik ben Jamie. En ik stel hem een paar stomme vragen over Los Angeles. Maar hij had echt helemaal geen zin in een gesprek met mij. Het gevoel gewoon, als je met iemand in gesprek bent en diegene gewoon naar je kijkt van... No. Nee. Dat. Ik denk dat dat het meest ongemakkelijke gevoel. En ik kon ook echt een maand niet naar zijn muziek luisteren. Ik woonde eerst in Den Bosch. Niet dat het doet. Er zaten 2 terrassen naast elkaar en die zaten echt gewoon helemaal vol. En toen ben ik echt op mijn hakken. Dat zijn deze trouwens. Dus die zijn, dan denk je, oké, die dragen alleen als je op kan lopen. Ben ik echt vol op mijn bek gegaan. En ben gewoon een soort van weggerend. Toen mijn vriend en ik net gingen daten, als ik soms wat drink, kan ik nog wel eens slaapwandelen. Dus ik ben de gang opgelopen, gewoon naakt. Maar gewoon een trappenhuis, dus waar mensen komen. Ja! En ik was in de gangkast iets aan het zoeken. Ik kan het natuurlijk niet herinneren. In je blootje? In mijn blootje. Was ik in de gangkast iets aan het zoeken. Ja, maar hij dacht dat ik gewoon super dronken was en dat ik gewoon lijp shit aan het doen was. Dus hij raakt me aan en ik begin echt als een of andere exorcist gewoon te schreeuwen. Gewoon...
Toen zat echt zo'n wow. En toen heeft hij me soort van nog binnen begeleid. Ik zou echt heilig water op je grond gooien. Zei hij van, Joost, wat is er aan de hand? Toen zei ik van, ik ben moe. En toen ben ik gaan slapen. Wat heb ik gedaan met papa die slim was? Oh my god. Ja, gewoon ja.